Brussel is groot. Dat is één heel kleine gemeente. En dat is Sint-Joost-de-Noode. Je ziet ze daar. De kleinste gemeente van de 19 in Brussel. De kleinste, 1,1 vierkante kilometer. Maar wel 24.078 inwoners. Ja, dat is gigantisch veel. Dat zijn de officiële cijfers, officieus. Als men daar nog eens de mensen bij tellen die geen papieren hebben, die niet officieel zijn ingeschreven, dan komt men op 32.000 inwoners op die 1,1 vierkante kilometer. Sint-Joost is de dichtst bevolkte gemeente van het hele land. Men vergelijkt het altijd met de bevolkingsdichtheid van Calcutta. Het gemiddelde inkomen zeer laag. Dus heel veel kinderen die aantikken op hoge 6 indicatoren. Veel kinderen die opgroeien in een kansarme buurt. Daar middenin ligt één Nederlandstalige school. En dat is de gemeenteschool Sint-Joost aan Zee. In de school hebben we 350 leerlingen. Van 35 verschillende nationaliteiten. Veel kinderen die opgroeien in kansarmoede. En er worden ongeveer een 20-tal verschillende talen gesproken. Dat weerspiegelt dus heel sterk ook hoe die buurt eruit ziet. Want al onze kinderen bij ons op school wonen in die heel nabije schoolomgeving. Als we de buurt zien, en de school zit daar heel centraal in, dan zijn we een school die wil werken voor die buurt, een school die wil werken met de buurt en een school die wil werken in de buurt. We geloven heel sterk dat onderwijs zich niet alleen afspeelt binnen de vier schoolmuren. De interactie met de buurt, de interactie met de omgeving, wat je helemaal in het begin zag, is voor ons van cruciaal belang. Ik geloof heel sterk in het feit dat je ook buiten die schooluren thuis heel wat kan betekenen. Als school, als organisatie. Nu zelf heb ik 17 jaar in Sint-Joost aan Zee gewerkt. 7 jaar als leerkracht, 10 jaar als directie. En eind vorig schooljaar dacht ik, het is het moment, ik begin zo stilaan wat grijs te worden ook, het is misschien het moment om eens iets anders te gaan doen. En ben ik eigenlijk mee mijn schouders gaan zetten onder een organisatie die 3 jaar geleden bij ons op school ook is gestart. En die snel zeer groot gaat worden. En dat is vooral gericht op die 50% dat kinderen thuis zijn. Tada, dat is de afkorting. De afkorting van Toekomst Atelier de l'Avenir. Sommigen hebben er misschien al van gehoord, anderen niet. Ik ga daar straks zeker en vast veel meer over vertellen. Want wat doet het Toekomst Atelier de l'Avenir? Het Toekomst Atelier, het Tada, gaat kinderen in een coachingsproject van 3 jaar meenemen, elke zaterdag op school. Concreet, kinderen komen voor een 3 schooljaren lang, zaterdagen, naar school. Straks laat ik u zien hoe zo'n zaterdag eruit ziet. En wat doen zij? Wij willen kinderen uit aandachtswijken, kinderen die hoog aantikken op 6, die buiten de schooluren weinig deelnemen aan empowerende activiteiten, activiteiten zoals jeugdbeweging, sport en al die andere zaken die je er juist aan bod zag komen binnen brede school, wat die kinderen willen wij bereiken. Wat willen wij die kinderen bieden? Wij willen die kinderen bredere toekomstperspectieven bieden. Er wordt heel vaak tegen kinderen gezegd, je moet dat doen voor later. Je moet goed studeren op school, je moet goed werken voor later. En later is voor heel veel kinderen weinig tastbaar. Wat is later? Wat kan ik later worden? Welke beroepen zijn er? Heel veel kinderen in de buurt van de school waar ik vandaan kom, hebben weinig toekomstperspectieven. Hebben weinig of kennen weinig rolmodellen. Heel veel ouders zijn werkloos of werken in het zwarte circuit of werken niet. En die kinderen hebben nood aan iemand waar ze kunnen naar opkijken. Iemand die een bepaald beroep uitoefent waar ze naar opkijken. Wat doen wij hier nu? Wij gaan wekelijks praktijklessen geven. Dus in 4 weken gaan die kinderen ondergedompeld worden, bijvoorbeeld in het vak journalistiek, recht, biochemie, noem maar op. Een heel breed gamma. Financiën lijkt allemaal de verre van mijn bedshow voor een kind van 10 jaar.
En toch is het niet zo. Want wie komt die activiteiten geven? Dat zijn gastdocenten, vrijwilligers, mensen die in de sector werken, die overlopen van enthousiasme over hun job. Dat zijn altijd enthousiaste mensen, want ook zij komen op zaterdag naar school om met die kinderen aan de slag te gaan. Wat willen we die kinderen bieden? Dat is aanvullend weekendonderwijs, maatschappijgericht, motivatiegericht, heel sterk gefocust op horizontale vaardigheden ook. Kinderen zelfvertrouwen geven, kinderen het yes you can gevoel geven, kinderen aanmoedigen om op school beter hun best te doen, spreken voor het publiek. En op die manier eigenlijk een heel brede waaier aan verschillende beroepen aanbieden, waarbij dat ze dan ja, op een of andere manier toch geïnspireerd geraken door die verschillende gastdocenten. Waarom is 3 jaar geleden het Toekomstatelier opgestart in Brussel voorlopig? Dat is omdat we weten dat 1 kind op 3 opgroeit in armoede. Omdat 15% van de kinderen vroegtijdige schoolverlaters zijn. En omdat 30% onder de 25 jaar werkloos is. Dat komt ook omdat veel van die kinderen die rolmodellen niet hebben. Omdat veel van die kinderen niet weten waarom ze op school hun best moeten doen. Die niet weten wat later is. Op die manier, door elke zaterdag met die kinderen op die manier aan de slag te gaan en proberen preventief ervoor te zorgen dat kinderen niet gedemotiveerd geraken, proberen we die kinderen op een hoger trapje te krijgen daarbinnen. Hoe selecteren we kinderen? We kijken naar scholen van het Nederlandstalig onderwijs op 1 kilometer rond de antenne. Ik spreek nu over Nederlandstalig, omdat ik ga starten met een nieuwe antenne Nederlandstalig. Het is een volledig 2-talige VZ2, dus je hebt ook Franstalige toekomstateliers. Een tweede aspect is de thuistaal moet verschillend zijn van de schooltaal. De zes indicatoren, kinderen moeten aantikken aan die 6 indicatoren, of toch bij benadering. Geen of weinig toegang tot andere empowerende activiteiten. En de schoolresultaten spelen absoluut geen rol. En ze moeten een wil hebben om zich te engageren voor 3 schooljaren. Nu, daar is geen 5% uitval op die 3 jaar. Dus die kinderen die starten, die er lopen bijna allemaal die 3 jaar. Dus ze zijn zeer gemotiveerd om die zaterdagen te komen. Ik kan daar heel veel over vertellen, maar ik ga een kort filmpje laten zien. Dit is een klein stukje uit een koppenreportage van 2 jaar geleden, waar je eigenlijk een stukje gaat zien wat dat toekomstatelier is en waar kinderen zelf ook een deel gaan vertellen. Jongens, zijn jullie nu? Voilà, we zijn compleet. Ik heb vandaag gasten uitgenodigd. Dat zijn rechters en procureurs. De kinderen van toekomstatelier krijgen elke zaterdag les van mensen gepassioneerd door hun beroep. Advocaten, journalisten, kunstenaars, hotelmanagers, noem maar op. En een vak duurt gemiddeld 4 zaterdagen. Tijdens die 4 zaterdagen gaan de kinderen een bepaald domein ontdekken, bijvoorbeeld het domein recht. Als je was, hoeveel jaar ben je procureur geworden? 25. Ja. Eigenlijk, wat is een procureur? Ah, dat ga ik straks uitleggen. De bedoeling van het toekomstatelier is eigenlijk in de eerste plaats om de toekomstperspectieven en blik van onze kinderen te vergroten. We zetten ook sterk in op zelfvertrouwen en motivatie. En we willen hen aanmoedigen om hun algemene kennis over de samenleving en zichzelf te vergroten. Ik was nog niet hier gekomen toe gaan studeren. Ik studeerde ook goed, maar nu wil ik meer studeren om beter te kunnen worden. En zoveel als je studeert, dan heb je meer een mooie job. De laatste keer heb ik minder gestudeerd en ik heb minder punten gekregen. En deze keer heb ik meer punten, want ik heb meer gestudeerd. En waarom heb je meer gestudeerd? Want dat is nodig als je wil advocaat of journalist worden. We vinden Sophie en de klas terug aan het Brusselse Justitiepaleis in het hart van de gerechtelijke wereld. Want na de theorie volgt de praktijk. Het is de kers op de taart. Ze mogen in een echte rechtszaal laten zien wat ze geleerd hebben. Met toga. Het is de bedoeling dat je wint, hè? Ze krijgen hulp van een vrederechter en advocaten. De rechtbank. Jullie gaan zitten. Dat is echt niet mijn bedoeling. Ik wou ze gewoon tegenhouden of wegjagen. Dit is de laatste dag recht.
Maar er volgen nog heel wat nieuwe beroepen. Om het project draaiende te houden, heeft Sophie zelf naar sponsors gezocht. Voorlopig ontvangen we geen overheidsgeld of subsidies. We draaien op steun uit de privésector. Het Toekomstatelier is geen toverformule om schooluitval en jeugdwerkloosheid aan te pakken. En de eerste echte resultaten zullen pas op lange termijn te zien zijn. Wat nu wel al vaststaat, is dat kinderen die misschien minder kansen hebben, op deze manier een extra duwtje in de rug krijgen. En het laatste woord is natuurlijk aan de kinderen zelf. Wat ik ga worden? Ja, ik wil heel graag, door onze vorige les, wil ik heel graag advocaat worden. Architect. Ik wil geneeskunde of biochemie. Ik wil veel leren over de hart en de hersenen van de mensen en zo. Ik wil advocaat worden. Want ik hou van de mensen verdedigen, voetballer worden. Ik wil de taxichauffeur worden. En nu? En nu, ik heb veel beroepen in mijn hoofd, door het Toekomstatelier. We hebben het niet zelf uitgevonden, of het is niet hier in Brussel uitgevonden, of hier in Vlaanderen uitgevonden. Het bestaat al 18 jaar in Nederland. Daar in Amsterdam, 18 jaar geleden, is het gestart. Ondertussen is het daar heel sterk gegroeid. Bereikt men nu per weekend ongeveer 1000 kinderen. En het heeft ook impact. Men heeft daar onderzoek naar gedaan. Men heeft resultaten. En wat zijn die resultaten? Dat kinderen beter scoren op school. Dat kinderen zich beter voelen in hun vel. En dat kinderen betere en bredere toekomstperspectieven hebben dan ervoor. De noodzaak, ja, ik denk dat die duidelijk is. Zowel in heel veel buurten als Brussel, maar ook in Antwerpen en noem maar een aantal andere grootsteden waar diezelfde problematiek bekend is. Ik heb zelf eigenlijk als directeur kunnen ervaren wat de impact is. Kinderen die instappen begin vijfde leerjaar en die een traject van 2 jaar doorlopen hebben. Want een keer dat ze in het eerste secundair zijn, zijn ze niet meer bij ons. Als je ziet wat de winst is, de leerwinst is van die kinderen tussen begin vijfde leerjaar, einde zesde leerjaar, en dat vergelijkt met kinderen die niet deelnemen aan de activiteiten, is dat gigantisch groot. 1. Die horizontale vaardigheden die de kinderen ontwikkelen. 2. De kennis van de wereld die een heel stuk verbreedt. Als je als leerkracht in een klas start met je wereldoriëntatieonderwijs, dan probeer je altijd in te haken op wat de voorkennis is van de kinderen. Dat is heel cruciaal. Wel, die voorkennis van die kinderen die deelnemen aan de activiteiten is gigantisch veel groter. Kan ook niet anders als ze al 2 jaar heel sterk elke zaterdag die activiteiten meegedaan hebben en op die manier ook in contact gekomen zijn met heel veel verschillende beroepen. Voilà, een verhaal van alles wat begint binnen het curriculum, in een school, naar op welke manier dat we nu willen werken rond elke school een duwtje in de rug geven, omdat we geloven dat dat nodig is, omdat we weten dat dat nodig is, omdat we zien dat het nodig is. Dank u wel.